De betrokkenheid bij grotere kerken staan dat ik maar gepikje. Het instituutkerk en de betreurenswaardige gebeurtenissen daarbij spelen daarbij een rol. En toch doet het pijn als de sleutel voor het laatst in het slot van een kerk gaat. Een kerk herbergt rituelen waarbij mensen met hart en ziel betrokken zijn. Hier gaf men een ja-woord, hier dankte men God bij een jubileum, en voor de mens die je ontviel en met wie je nog jaren wilde verder gaan, je zat troost en hulp met het aanbieden van een ontstoken kaartje. Na een wonderlijke ervaring van de geboorte hebben jonge ouders hierheen het eentje gedragen voor de dood. Nu, bij de sluiten, kunnen al die belevingen bij mensen weer boven komen. Dat het enkel drie generaties betreft, doet aan de ernst van de zaak niets af. Niet dat God een huis nodig heeft. Dat niet. Aan hem behoort immers de hemel en de aarde. Geen huis dat hem bevat. En toch bouwen wij mensen huizen voor God. Zoals hier de kerk van de Lijdenboodschap. Mensen hebben een godshuis nodig. Wij hebben een plek nodig waar we stilte koesteren. Een plek waar je kunt terugtrekken uit de drukte van alle dag. Om in de stilte God te horen spreken. Een plek waar je de vreugde en het verdriet met God kunt delen. Een plek waar God in